Justin, met welk gevoel sta je naar deze nederlaag hier? Ja, heel teleurgesteld natuurlijk. Ik denk een hele belangrijke wedstrijd voor ons. We wouden hier 3 punten halen, is niet gelukt. Dus ja, teleurstelling. Toch was het eerste half uur prima, toch? Ik weet niet of het de eerste half uur was, maar ik denk tot de 1-0 was het oké. Ik denk dat we wel te weinig voetballen. Gaan we al mee in hun spel, zeg maar. Heel opportunistisch, komen dan heel veel duels. En dan hebben we een fase na de 1-0 waarin we gewoon te makkelijk de goals weggeven. We pakken geen tweede ballen op en ja, dan gaat het opeens heel hard. Dan sta je 3-0 achter, wat in mijn beleving totaal nodig is. Gelukkig kom je vlak voor rust nog met de aansluitingstreffen. En dan de tweede helft hadden we ons voorgenomen om ja, vol te gaan. Alles of niets. Ik denk dat het in de tweede helft aardig gelukt is. En ja, ik denk dat je uiteindelijk gewoon nog een punt verdient, denk ik. Ja, verliezen jullie dan echt de wedstrijd in die korte fase waarin die 3 goals vallen? Ja, denk ik wel. Ik denk dat dat gewoon te veel zijn. Ik bedoel, een 3-0 achterstand goed maken, ja, dat is gewoon lastig. Het is dan bijna geluk vandaag, maar ja, dat mag ons niet overkomen. De tweede helft komt er ook veel frisse energie in. Zien jullie ook de brede selectie, zeg maar, kun je duidelijk zien. Kijk je dan toch met een goed gevoel terug op die tweede helft? Ja, op dit moment is dat moeilijk om... ja, je bent gewoon teleurgesteld. Natuurlijk, de tweede helft zag je duidelijke verbetering. Ik denk dat we in de tweede helft gevochten hebben als Leeuwen om hier nog wat uit te halen. Dat het niet gelukt is, ja, dat gevoel overheerst niet. Komt nu een drukke week aan. Is het dan lekker dat je dinsdagavond weer revanche kunt pakken? Ja, ik vind het heerlijk om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen. Dus ja, vind ik altijd fijn. Maar als je een wedstrijd verloren hebt, is het fijn om het snel weer goed te maken.